Hi there. Welkom op deze examentraining VWO Engels Centraal Examen 2018, tijdvak 2, tekst 3, Letter to the Editor. Zoals altijd kijken we eerst naar de tekst om te zien of ons daarin iets opvalt. Daar is die. Oké, Letter to the Editor. We zien in de eerste alinea een gat, een gap. En dan is het 4 alinea's lang. Het is geschreven door Brenda Walker uit Californië. En het is aangepast van een artikel van een brief uit de Washington Times uit 2014. Wat zien we verder nog voor interessante dingen? Er wordt 2 keer 12 years, 25 years genoemd. De Democrats zie ik ergens nog staan. Congressional Budget Office gaat over politiek. Dat is duidelijk. Dan gaan we naar de vragen om te zien of we dan iets wijzer worden over de manier waarop we dit moeten lezen. Moeten we het een beetje scannen of moeten we het echt helemaal gelezen hebben? Oké, hier, vraag 3 is de eerste die behoort bij tekst 3. Dat is een gap. Dat zijn de woorden voor de gap. Wat we het eerste moeten doen bij een vraag met woorden voor een gap is de betekenis te achterschrijven, de vertaling. Dat helpt je straks bij het bepalen van het juiste woord. Dat scheelt enorm. Als je straks de tekst leest en je ziet het gat en je hebt die woorden niet vertaald, dan ga je twijfelen. Dus als je de woorden nu vertaald hebt, dan zie je straks meteen wat er past. Clearly betekent, het mag duidelijk zijn dat. Het is heel handig, in het Engels heb je daar 1 woord voor. In het Nederlands moet je daar een aantal woorden voor gebruiken. Curiously betekent, merkwaardig genoeg of verbazingwekkend genoeg. Verbazingwekkend genoeg. Fortunately is gelukkig. Dat ken je waarschijnlijk wel. Reluctantly betekent met tegenzin. En dan suspiciously. Suspicious betekent verdacht. En suspiciously is dus een bijwoord. Vanwege die li weet je dat het een bijwoord is. En omdat het met een hoofdletter begint en aan het begin van de zin staat, is het een bijwoord voor de hele zin. En hier in het Nederlands zou je dit dan vertalen met het roept verdenking op dat. Dan vraag 4. Bepaal voor elke van de onderstaande beweringen of deze wel of niet overeenstemt. Wel of niet. Wel of niet overeenstemt met de inhoud van de brief. Nou, dat betekent dat je de brief helemaal moet lezen, anders kun je het niet bepalen. Wel of niet achter elk nummer op het antwoordblad. Oké, dan gaan we door naar de volgende vraag. Is er nog? Ja, vraag 5. Which of the following best describes the tone of the letter? Ook hier, bij dit soort vragen, gaan we meteen vertalen wat die woorden betekenen. Dan zit het alvast in je achterhoofd bij de eerste keer dat je het stuk leest. En dan is het straks veel makkelijker het antwoord te vinden. Condescending, wat betekent dat? Condescending. Als je het niet weet, moet je het opzoeken. Ik schrijf het er nu bij. Neerbuigend, minachtend. Impartial, onpartijdig. Indignant, verontwaardigd. Tongue-in-cheek, ironisch. En dan moet je je voorstellen dat iemand die zegt iets en ondertussen steekt hij zijn tong in zijn wang. Dan krijg je zo'n bultje en zijn ogen omhoog, zo van, Nou, dat betekent tongue-in-cheek, ironisch. En natuurlijk doen mensen dat niet altijd, maar ik vermoed dat daar die uitdrukking vandaan komt. Ironisch. Oké, dan gaan we terug naar de eerste vraag van deze tekst, vraag 3. Dan moeten we dus een woord vinden voor die gap. Het mag duidelijk zijn, merkwaardig genoeg, gelukkig, met tegenzin, het roept verdenking op dat. De tekst. Terug naar de tekst. Daar gaat hij. Bij een gap moet je altijd de zin daarvoor en de zin daarna goed lezen, zodat je weet welk woord een verbinding maakt tussen die twee zinnen. Ik begin te lezen. Democrats are currently crying big crocodile tears about jobless Americans running out of emergency unemployment checks. And they're accusing Republicans of being cruel monsters for not voting to extend the benefits. These same Democrats vote consistently for illegal alien amnesty, which would immediately let loose
millions of workers into the legal job market, thereby increasing competition for employment. In fact, all Senate Democrats voted for the deeply flawed immigration amnesty bill last year. Oké, dus die eerste zin, die zegt dat de democraten krokodillentranen huilen als de republikeinen niet meteen die unemployment checks, die emergency, dus de noodvoorziening WW, niet bijschroeven, hè, zodat ze dat niet weer goed maken. En dan zegt hij, in die tweede zin, diezelfde democraten, die stemmen steeds voor om let loose millions of workers, dus om miljoenen werkers los te laten, into the legal job market, dus dat zijn waarschijnlijk illegale werkers los te laten, op de arbeidsmarkt, waardoor de werkloosheid toeneemt. Dus dat zijn, de schrijver vindt eigenlijk dat die twee met elkaar in tegenstrijd zijn. Nou, dan gaan we kijken naar de vraag, wat zou daar het beste bij passen? Ik laat even de tekst staan, de vraag pak ik op het papier erbij. Zou daarbij passen? Clearly, nee, clearly is, het mag duidelijk zijn dat, dat is, geeft geen tegenstelling aan. Curiously, merkwaardig genoeg, oké, dat geeft een tegenstelling aan. Dus ze zeggen eerst, je moet die WW moet je op peil houden. En dan, maar op dezelfde tijd, zegt de vindt deze schrijver, zegt de Democraten ook, je moet een heleboel mensen toelaten in het land. Dus dan zou curiously kunnen passen. Fortunately, zou dat passen? Gelukkig, nee, dat past niet in zo'n tegenstelling. Dan reluctantly. Nou, als ze consistently, hè, als ze steeds voortdurend daar stemmen, dan is het niet reluctant. Dus die klopt ook niet. En dan suspiciously. Hè, het roept verdenking op. Nou, dat zou kunnen als de rest van de tekst zou gaan over een beschuldiging of zo. Maar ik denk dat curiously, we laten het even bij B. Als we nou later iets tegenkomen wat gaat over een verdenking of zo, dan kunnen we daarop terugkomen. Maar op dit moment zetten we B. Dan gaat hij terug naar de vraag. Daar, B is het antwoord. Vraag 4. Bepaal voor elk van onderstaande beweringen of deze wel of niet overeenstemt met de inhoud van de brief. Goed, nou dan moeten we dus de hele brief gelezen hebben. Dan ga ik terug naar de tekst. Wat staat er dus? We schrijven even in de kantlijn wat er in het kort wat er in de brief, wat er in alinea 1 staat. De democraten, die willen de WW weer omhoog. He, dus weer meer WWW. En de schrijver vindt dat dat tegenstrijdig is aan de wet om illegale toe te laten. Want dat geeft, dan krijg je meer werkloosheid. He, dus want daar komt dan meer werkloosheid van. Werkloosheid. Dan 2. Notably, the Congressional Budget Office reported that the Senate bill would reduce average wages in America for 12 years. En welke Senate bill is dat? Dat is dus deze, die Senate bill waar zij consistently voor gestemd hebben. Even kijken waar. Oh, de Deeply Flawed Immigration Amnesty Bill last year. Daar gaat het om. Hè. Dus ze heeft eerst gezegd, ze stemmen altijd voor dat soort wetten. En in die laatste zin van alinea 1 noemt ze er eentje. En daar gaat alinea 2 op verder. En ze zegt dus in de eerste zin in alinea 2, reduce average wages in America for 12 years. En dan ga ik verder. Increase unemployment for 7 years and reduce per capita gross national product growth for more than 25 years. The Senate bill also doubles legal immigration at a time when the accumulation of immigration, outsourcing and smart machines have created a jobless economic recovery for Americans. The automated future will require far fewer humans for manufacturing and services. De schrijfster noemt hier dus een heel aantal elementen die ze in verband brengt met die wet waar dus de democraten voor gestemd hebben. Dus die wet, wat zegt die dan? Wat de cijfers die daaruit volgen, de cijfers geven aan, als die wet inderdaad wet wordt, geven aan... Salarissen gaan omlaag.
down, salarissen down, werkloosheid up, bruto nationaal product, en de national product growth, bruto nationaal product gaat down, immigratie gaat up, en de banen gaan naar beneden, down. En dan zegt ze als slotregel, the automated future will require far fewer humans for manufacturing services. Dus als die immigratie omhoog gaat en je hebt al minder mensen nodig, ja, dat levert natuurlijk een moeilijke situatie op, volgens deze mevrouw. The pose of the Democrats, that they are the friends of the American worker, is simply not credible. De pose, dus ze zegt dus het doen alsof van de Democraten, dat ze de vriend zijn van de Amerikaanse werker, is niet geloofwaardig. Given their open border strategy aimed at creating a permanent Democrat majority of big government voters. Nou, dus hier insinueert ze dat de reden dat ze die open border strategie hebben is om meer stemmen te kunnen winnen van al die nieuwe mensen die binnenkomen. Dan de laatste alinea. America, oh nee, even nog hier opschrijven wat ze hier in principe zegt. De Democraten zijn niet werkervriendelijk, of arbeidervriendelijk zouden we zeggen in Nederlands. Arbeidervriendelijk. 4. America doesn't need more imported labor, now or anytime soon, owing to the effects of globalization and automation. Washington must get real about the economic realities workers face now and in the future. Nou, dus wat ze hier eigenlijk zegt is, de US heeft geen behoefte aan nog meer arbeiders. En dus immigranten. Dat zegt Brenda Walker. Nou, dan gaan we terug naar de vraag. Of nee, ik laat even de tekst hier staan. Ik pak de vraag er in het papier bij. Nummer 1. Illegal alien amnesty encourages future unlawful immigration into the United States. Ik ga toch even naar de vraag, want dan kan je meelezen. Is makkelijker. Illegal alien amnesty encourages future. Wordt er iets gezegd over future? Nee, er wordt alleen gezegd over wat het op dit moment betekent. Dus die is niet goed. Dus hier zetten we een N bij. Niet. Nummer 2. Granting amnesty ignores the rule of law, rewarding those who have broken the law by granting them legal status. Ignores the rule of law. Nou, het gaat wel over de wet, maar het gaat over het introduceren van een nieuwe wet. Het gaat niet over het negeren van een huidige wet. Dus die is ook niet goed. Dus hier zetten we ook bij niet. Dan 3. Granting legal status to illegal immigrants poses one of the main threats to Americans looking for a job. Die klopt, want we zien in alinea 1, in de derde regel van onder, thereby increasing competition for employment. Dus dat betekent dat 3 is wel waar. Die klopt wel met de tekst. Dan 4. Increased automatic control of industrial processes is reducing the use of manpower. Er wordt inderdaad iets gezegd over industrial processes en automatic control. In de tweede alinea, in de derde regel van onder, wordt gesproken van smart machines. En dan even later, the automated future will require far fewer humans for manufacturing and services. Dus die is ook waar. Die klopt ook wel. Dus het antwoord moet zijn niet, niet, wel, wel. Dan gaan we naar vraag 5. Which of the following best describes the tone of the letter? Neerbuigend. Is het een neerbuigend? Nee, het is eerder kritisch. Hè? Het is niet echt neerbuigend. Dan onpartijdig? Nee, zeker niet. Het is erg partijdig. Verontwaardigd? Die zou kloppen. Kunnen kloppen. Ironisch? Nee, het is helemaal niet grappig of ironisch. Het is verontwaardigd. Die mevrouw is echt een beetje boos. Dus C is het goede antwoord. Bedankt voor het meedoen en tot het volgende filmpje.